Oké, nog even een onderbreking. Sorry dat op vorige week zaterdag er geen video online kwam. In die week zat ik met de examens en ik was dus heel veel aan het studeren. Dus daarom is er geen video online gekomen. Maar vandaag dus wel. En ik ga proberen vanaf nu dus elke zaterdag echt te uploaden, zoals ik al eerder deed. Maar vorige week zaterdag viel er dus eventjes tussenuit. Zondag kon ik ook niet uploaden, want in mijn uitlegvideo voor YouTube heb ik gezegd tegen jullie dat als er zaterdag geen video online komt, dat die zondag online komt. En anders gewoon geen video voor de week. Maar zondag had ik dus ook geen tijd, want ik wou echt mijn best doen om te studeren. Dus vandaag wel een video en nu ga ik me dus volop aan het schema houden. Dus veel kijkplezier met de video. Hoi allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eileen Kloksien. In deze video ga ik regenboogslijm maken. En vinden jullie dat leuk? Geef dan alvast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor moest je dat nog niet zien aan hebben. En vergeet dan natuurlijk ook niet op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat, want zo hoor je bij de hashtag op de tijdsquad en ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. Laten we nu maar beginnen. Toen slijm een trend begon te worden, gingen er ook veel variaties komen, zoals slijm met balletjes en zo, en slijm met verschillende kleuren, unicorn slijm. Maar toen kwam er dus ook regenboogslijm aan bod, en daarom wil ik dus vandaag dus ook gaan maken. Het is zeg maar een oude trend, maar ja, het leek mij gewoon leuk om dit ook te doen, dus vandaar deze video. Laten we nu maar beginnen. Ik heb hier een grote bak en daar gaan we slijm in maken. En daarna ga ik het slijm in verschillende stukjes verdelen. En dan ga ik het slijm dus kleuren met regenboogkleurtjes. En ik ga ook zeg maar, ja, ik ga proberen om echt een soort regenboog te maken. Met dan twee witte wolkjes en daarom ga ik foamballetjes gebruiken. Eerst moeten we natuurlijk slijm hebben, dus daarvoor gebruik ik lijm, scheerschuim en lenzenvloeistof. Deze is bijna op, maar ik heb hier wel nog eentje die ongeveer half vol zit. Dus hopelijk heb ik genoeg, ik denk het wel. Maar laten we nu eerst slijm gaan maken. En we doen dus de lijm in het bakje. Zo, en de lijm zit erin. Ik heb er ongeveer ja, een bodempje op gedaan. En ja, nu is het tijd voor de scheerschuim. Die gaan we eerst even schudden. En dan kunnen we die er dus inspuiten. Zo, ik doe er niet te veel scheerschuim in, want anders ja, wordt mijn slijm meestal taai. En ja, dat willen we natuurlijk niet. Maar ik doe er dus dit ongeveer in. En dan gaan we dit roeren. Ik schep de lijm zo wat naar boven. Ik denk dat iedereen van jullie nu ondertussen wel weet hoe je slijm moet maken. Het kan zijn dat je natuurlijk nog nooit slijm hebt gemaakt. Maar het kan zijn dat je dan wel gewoon weet hoe je dat moet maken. Maar dit is dus nog niet zo goed gemixt. Dus ik ga dit even doormixen met elkaar. En dan gaan we de lenzenvloeistof erbij doen. Alles is nu goed gemixt met elkaar. En nu gaan we er de lenzenvloeistof bij doen. Er zit echt niet veel meer in. Dus hopelijk zitten die anderen nog genoeg om het slijm helemaal goed te activeren. Ik ga er denk ik zoiets in doen om te beginnen. En dan gaan we kijken of het dus al slijm wordt. En ja, het wordt al slijm. Ik ga nu beetje voor beetje lenzenvloeistof erbij doen totdat het echt een hele blob slijm is geworden. Het lijkt me niet zo heel groot eigenlijk, maar we zullen zien. Dus ik ga dit nu even mixen en mengen met elkaar. En dan beetje bij beetje lenzenvloeistof erbij toevoegen. Ik heb er nu redelijk wat lenzenvloeistof bij gedaan en het is best wel slijmerig geworden. Het plakt wel nog een beetje en er zijn nog een beetje lenzenvloeistofresten aan de kant. Maar ik ga dit dus nu kneden en als het nog plakt kan ik nog altijd zeg maar mijn bakje of ja, de rest de lenzenvloeistof die in mijn bakje zitten gebruiken om het meer plakkerig te maken. Maar bij mijn slijm heb ik altijd zo'n soort van lijmlaagje of zo op mijn handen. Ik weet niet of dat bij sommige van jullie die nog slijm maken ook is. Ik zeg nog omdat het al ja, best lang niet meer zo heel in is. Maar veel mensen maken het toch nog. En ik vind het ook gewoon heel tof. Dus daarom doe ik dit. Oké, ik ben dus echt goed aan het kneden. En het is eigenlijk echt nog wel
best goed geworden. Ik ga het denk ik zo houden, omdat ja, slijm natuurlijk kan uitdrogen en zo. En dan wordt het ook zeg maar een beetje minder hard. En er moet ook nog verf bij en foamballetjes. Allee, bij twee slijmpjes moet er ook nog foamballetjes. Dus ik denk dat ik het zo ga laten. Ik vind het eigenlijk wel goed zo. Ik ga denk ik nog een beetje de resten opnemen. En ja, dan gaan we het slijm in stukjes verdelen en kleuren. Oké, ik heb het slijm hier voor mij allemaal in stukjes verdeeld. En ik heb er ook de kleurtjes bij gelegd. Ik heb dus blauw, groen, geel, oranje en rood. Ik denk dat het rood misschien wel roos kan worden. Dat zou ik wel jammer vinden. Maar ik heb hiermee met deze verf is slijm gemaakt. En dat werd dan toch wel heel mooi rood. We zullen eerst beginnen met de foamballetjes. Dus ik ga het slijm, dat wel best nog plakkerig is, in de foamballetjes ja, laten vallen, zeg maar. Wow. Oké, ik ga het even zo doen en dan ga ik het even kneden, want we willen natuurlijk niet dat er te veel balletjes in komen. Wow. Dus dit is het eerste slijm en dit moet dan zeg maar een soort wolk voorstellen. Ik ga het denk ik wel nog zelfs in twee delen, zodat ik dus twee wolken heb. Maar laten we doorgaan naar het volgende slijm. Het volgende slijm gaan we rood kleuren. En dat doe ik dus met deze verf. Er zit wel een hard laagje op, dus dat leg ik even op de grond. Eeuw, dit slijm plakt echt heel erg. Ik ga dit nu maar een beetje mengen. Mijn handen, ja, dit is wel afwasbare verf, denk ik. Dus waarschijnlijk ga ik zelfs mijn handen wel goed kunnen wassen. Maar dit is dus het rode slijm. En het wordt dus echt heel mooi rood. Met deze verf gaat dat echt heel goed. Dus dit was de eerste kleur. En nu gaan we door naar oranje. Dus rood, oranje, blauw, groen, geel en wit met de foamballetjes in. En ik ga nu even het mooi leggen, zodat we dus een regenboog krijgen. En dan gaan we dus alles mengen. Oké, na heel wat plakkerig knoeiwerk is het me toch gelukt om een regenboog te maken. En ja, ik zie nu echt op camera, je ziet echt gewoon geen verschil tussen waar oranje zit en waar rood zit. Het lijkt gewoon enkel oranje. Maar er zit dus echt wel gewoon oranje en rood in. Als je heel goed kijkt, zie je wel echt zo'n soort scheiding. Maar dat kan je niet zo goed zien op camera. Dit is het prachtige regenboog geworden, al zeg ik het zelf. Hij is eigenlijk gewoon niet zo heel mooi geworden. Maar ja, het slijm was gewoon veel te plakkerig. Maar nu zijn we wel aan een moment gekomen waarop het heel spannend wordt, want we gaan al dit slijm mengen met elkaar. Ik ben echt super benieuwd. Dus 3, 2, 1. Oeh. Oh, dat is wel echt super cool, want dat wit slijm neemt hier zo een beetje ander slijm mee. Wauw. Oh, kijk hoe mooi. Oh, dit vind ik echt wel heel mooi. Kijk. Regenboogdrop. Oh, zie hoe prachtig. Wow, dit is echt heel mooi. Oké, nu wordt het precies wel een beetje bruinig. Of ja, groenachtig. Maar wauw, dit is toch echt gewoon mooi. Oké, het wordt nu wel echt een goed kleurtje. Oké, het is natuurlijk wel heel jammer dat dit gewoon een bruinige kleur is geworden. Ik had het natuurlijk wel kunnen denken van in het begin. Vandaar dat ik dus van al de slijmpjes de helft heb genomen. Dus ik heb gewoon nog alles over. Super leuk. En ik denk dat ik dat gewoon nu naast elkaar ga leggen in ja, een soort van rijtjes. En dan kunnen we dus nog eens kijken naar hoe leuk dat eruit zag van het mengen. Oké, dit poepslijm gaat even aan de kant. En dan gaan we nog eens kijken naar hoe het eruit ziet. Je hebt dus hier het witte slijm, het rode slijm, het oranje slijm, het gele, groene en het blauwe. Super mooi allemaal. En ik ga het nu een soort van ja, opheffen. Oké, nee, dat lukt niet echt. Ik ga het zo doen en dan ga ik het zo een soort van een laagje erover doen. En dan ga ik het allemaal opnemen. Wow, dit ziet er echt heel cool uit.
Ik heb echt een gesmolten regenboog op mijn handen. Oeh, het ziet er echt heel tof uit. Ik ga het eens zo uit elkaar trekken. Het groen overheerst wel echt heel veel. En ja, met het rood wordt dat natuurlijk wel een beetje bruin. Omdat we dus oranje en rood hebben dat heel veel ja, op elkaar lijkt. En daarom denk ik dat het dus een beetje bruin wordt. Maar ja, het zag er wel echt gewoon super cool uit. En als je kijkt, ja, je ziet soms nog wel eens een kleurtje. Dus dat is wel grappig. Ik ga dit slijm nu even mengen. Met dit slijm. Zoals je ziet, ziet er echt heel grappig uit. En dan gaan we de video afsluiten. Ik vond deze video echt super leuk om te maken. Al ja, ging het niet zo makkelijk met de verf en het slijm was plakkerig en zo. Maar alsnog, het was echt super tof om te doen. En dan zeg ik nu dankjewel om te kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zeker abonneren, dat zou ik echt zo ongelooflijk leuk vinden. Laat zeker ook een toffe reactie achter, want ik vind het altijd zo leuk om jullie positieve reacties te lezen. En dan zeg ik nu dankjewel om te kijken naar deze video. Hopelijk tot de volgende keer en doei!